We hebben net een masterclass gehad van Insano, 7-0 gewonnen van Henk. Hoe vond je het gaan? Heel erg goed. Fuck Insano trouwens. Want kijk. Ja, het ging lekker man. Ik zat er lekker in. Ik ben nu iets warmer dan de vorige ronde. Altijd de eerste ronde is altijd een beetje aftasten. Beetje tennissen eigenlijk, weet je. En dan op een gegeven moment, meestal tweede ronde en zo, dan gaat het lekkerder man. Dus... Ben je een koekje? Nee, ik hoef geen koekje man. Wie kan die 200 euro van jou afpakken? Dani heeft op dit moment de meeste kans. Dani is ook gewoon een goede freestyler. Hij kan ook goed rebuttelen, net als ik, weet je. Dus dat kan nog best leuk worden. Ja, en dat was het. En laten we zeggen dat alle battle rappers van vroeger, van nu, iedereen zou meedoen. De Klopdokters, de Tim Beumers, de Excellence, de Chemo's, noem ze maar op. Zou je hem dan alsnog pakken? Dat is een goede vraag, man. Ligt er echt aan, het ligt ook echt aan je dag, man. Het ligt echt aan hoe voel je, heb je genoeg geslapen? In deze vorm? In deze vorm? Ik durf dat niet te zeggen, man. Tim en zo en X zijn ook gewoon monsters, man, weet je. Ja. Dus het zal wel een stuk moeilijker worden in ieder geval, dat weet ik wel. En ik weet niet of ik zou winnen of niet, dat kan ik niet zeggen, man. Maar ik denk wel dat ik een goede kans maak nog steeds, weet je. Dus, ja. Straks Mitch of Dani, wie hoop je? Mitch lijkt me een leukere tegenstander qua wie hij is, omdat hij zo lekker boers, weet je. En het is leuk, het is leuker. Maar Dani voor de sport, omdat... Dani is een betere battle MC, vind ik, weet je. Maar we gaan het zien, misschien komt Dani zometeen helemaal niet zo strak en komt Mitch gewoon in één keer heel lijp. Dat kan gebeuren, weet je. Het is allemaal momentopname en dat vind ik het vetste van freestyle, is dat ook ik kan nu opfokken. Weet je, maar gewoon, het kan gebeuren, weet je. Ja. Helaas heeft Insano dus gewonnen van Henk, maar succes in de finale. Helaas nog wel. Weet je, de volgende interview sta ik hier naast jou. Fuck you.